De 10 beste sportfilms aller tijden. De ultieme lijst van sportfilms. Beter dan dit wordt het niet. Laten we beginnen met onze nummer 10. 10, 10, 10. Kingpin ja? van de Farrelly Brothers. Met Woody Harrelson en Bill Murray als bowlers. Een aan lager wal geraakte ex-bowler met een haak. En een hele arrogante man met een toupet. Dat steeds slechter begint eruit te zien. En als je denkt, god, dit is een top 10, wat fuck doet Kingpin erin? Je hebt groot gelijk, maar we wouden even luchtig beginnen. Want in elk lijstje hoort toch op zijn minst één comedy te staan. Nummer 9. Wrestler. De Wrestler. De Wrestler. Met Mickey Rourke als een wederom aan laag geval geraakte worstelaar. Het is een hele mooie film en hij is heel leuk en hij is heel goed. En hij had eigenlijk een Oscar moeten winnen voor acteur. Welke klootzak heeft ze Oscar gepikt? Sean Penn. Als we dit lijstje nou, wat was het, een paar jaar geleden hadden gemaakt, hadden we gezegd, oh, dit was een comeback. En nu blijkt het toch, zeg maar. Zijn zwanenzang. Nummer 8. Een film over een zoon die eigenlijk het liefst ooit een keer catch had willen spelen met zijn vader. Het kan niet geen andere film zijn dan Field of Dreams met Kevin Costner. Mooi. Heel Amerikaans. Een fabeltje over honkbal. Eigenlijk niet echt een sportfilm. Nee. Het gaat echt meer over dat... Over de mythe achter sport. Dat was ook de bekende quote. If you build it, he will come. En dit is eigenlijk nummer 7. En dat was Jaspers idee. En ik kan het eigenlijk helemaal mee eens zijn. Dus nummer 7 gaat naar Gladiator. Het heeft alles van een sportfilm. Het is aan de ene kant een bloedige wraakfilm. Aan de andere kant een film over een sport die helaas niet meer wordt uitgeoefend tegenwoordig. Zo jammer, dat zouden we willen zien. Als er in de Johan Cruijff stadion mensen elkaar met zwaarden af zouden maken, zou ik daar wel een kaartje voor kopen. Ja. Nummer 6. Een overweldigend audiovisueel spektakel van Oliver Stone getiteld Any Given Sunday over American football met een vurige rol van Al Pacino. Ik heb het alleen maar macho praten en one-liners en inderdaad slow-mo's in de regen, kleedkamer speeches die fantastisch zijn. Ja. Waardige nummer 6. Nummer 5. De nummer 5. Dat is. Nummer 5 is Warrior. Twee broers die ook met elkaar de strijd aangaan in een soort van cage fight. Ja, mixed martial arts, UFC gebeuren, geloof ik. Ja. Drie fenomenale acteerprestaties. Tom Hardy, Joel Edgerton, Nick Nolte. En het leuke van die film is gewoon dat je twee mensen tegenover elkaar staan die het allebei gunt. Ja, en toch blijft het heel spannend. De nummer 4 had ik persoonlijk graag iets hoger gezien. Het is een van mijn favoriete films over sport. Het gaat over twee Formule 1 coureurs, Niki Lauda en James Hunt. En welke film kan het anders zijn dan Rush? Ik vind de rivaliteit gewoon tussen die twee heel leuk. Ja. Het zijn twee hele goede personages die totaal verschillend zijn. Het is echt tegenpolen van elkaar. En ze versterken elkaar in dat opzicht gewoon heel erg. Ze drijven elkaar tot grote hoogtes. Ja. Nummer 3 is Moneyball. Niet zozeer een film over sport als wel eigenlijk achter de schermen bij de sport. Van je volgt een teammanager en hoe hij zijn team gaat vullen. En dat doet hij dan eigenlijk via op dat moment toch nog een vrij revolutionaire manier. Het Moneyball principe. Niet de duurste, beste spelers kopen, maar gewoon een heel degelijk, goedkoper team waarmee je gewoon punten pakt. Brad Pitt, een van zijn beste acteerprestaties. Ja. Misschien wel zijn beste. En alle bijrollen zijn heel goed. Jonah Hill, Philip Seymour Hoffman. Het is gewoon een absolute kwaliteitsfilm. Een heel vakkundig gemaakte, mooie, klassieke Hollywoodfilm. Prachtig camerawerk. En vooral heel meeslepend. De nummer 2. Er blijft er nu nog eigenlijk niet zo heel veel meer over. Dus jullie kunnen al een beetje vast wel raden waar we heen gaan. De nummer 2 is natuurlijk een absolute klassieker. Een film die eigenlijk, het Rocky-verhaal heeft uitgevonden. Namelijk Rocky. Ik hoef je niet eens te vertellen waar Rocky over gaat. Het is gewoon een hele warme, lieve film over een vrij simpele man die tot grote hoogte komt. Rocky gaat niet alleen maar over boksen. Rocky gaat over jezelf optrekken uit een soort van ghetto-achtige situatie. Ja. En het beste doorzetten en zou je zeggen dat Rocky gaat over de American Dream? Ja? Sadly, the American Dream is dead. Er blijft er nog maar eentje over. De absolute nummer 1. Raging Bull. Een meesterwerk van Martin Scorsese. In mijn ogen de allerbeste acteerprestatie aller tijden. Ook al vond ik Robert De Niro ook wel heel goed in die film Bad Grandpa. Dirty Grandpa. Oh, Dirty Grandpa. Dirty Grandpa. Was hij heel goed in, hoor. Ja, en dat is ook nog de tragiek van Raging Bull. Is natuurlijk hoe het is geëindigd met Robert De Niro. Dat maakt die film nog hartverscheurend. Maar wat is Robert De Niro ooit een briljant acteur geweest? Oh. Ja. Oh. Oh. Nu niet meer. Oh. Raging Bull. Het ziet er prachtig uit. Elke boxscène heeft helemaal zijn eigen stijl en karakter. Het is echt een absoluut meesterwerk. Ja. Onze top 10. Onze ultieme sport top 10.